President Chandrika Prasad Santokhi ziet graag dat de EU-CELAC-landen samenwerken aan wereldwijde vrede, welvaart en duurzame stabiliteit voor de huidige en toekomstige generaties. Deze mening deelde hij gisteren op zijn Facebookpagina na de opening van de EU-CELAC-summit in Brussel, België. Het staatshoofd was gisteren deel van een ontmoeting met de EU en Caribische leiders. Daarbij zijn diverse onderwerpen als impact van de klimaatcrisis, financiële infrastructuur en regionale conflicten onder de aandacht gebracht om na te gaan hoe met gemeenschappelijke doelen en uitdagingen deze onderwerpen aangepakt kunnen worden. President Santokhi heeft gisteren ook van gedachten gewisseld met de Vlaamse minister-president Jan Jambon. Suriname en Vlaanderen, een belangrijke regio van België, kijken beiden uit naar het intensiveren van de relatie. Tijdens het overleg zijn er duidelijke afspraken gemaakt voor de heractivering van de nauwe samenwerking tussen Suriname en Vlaanderen. Ik heb de lokale bedrijven gevraagd om vooral in Suriname te investeren in de agrarische sector en op het gebied van havenbeheer, toerisme, handel en energie, zei president Santokhi, die vandaag de EU-CELAC-top heeft toegesproken. We brengen u morgen verslag hiervan.